Ik ben soep aan het maken. En dat ga ik bij mensen brengen. De gelukkige is een dame van middelbare leeftijd die al een paar weken heel erg ziek is en de deur niet uit kan. Op dit moment geen mensen heeft die voor haar kunnen koken of eten maken. En, ik ga er 2 emmertjes soep brengen. Normaal gesproken is Ingrid cateraar, maar doordat het dagelijkse leven nu even stil ligt en ze geen werk heeft, heeft ze tijd over om andere mensen te helpen. En dat doet ze met soep. Ik heb een bericht uitgezet en ik heb heel veel reacties gekregen en ik heb wat dingen uitstaan met mensen. En ik denk dat het in de loop van de week meer gaat worden, maar vandaag is het nog rustig. Hallo? Hi, hier is Ingrid met de soep. Hi. Ah, we kunnen naar binnen. Hallo, ik ben Ingrid. Ik kom de soep brengen. Hi, Annemart. Nou, ik heb 2 lekkere soepjes meegenomen. Zo, dit is de tomatengroentesoep met vermicelli. En de courgette soep. Lekker, met dopertjes en basilicum. En mooi initiatief. Mocht je later in de week of van de week denk ik wil nog iets, of we houden wel even contact. Ja. En dan kijken we gewoon hoe het gaat en of ik nog een keer wat anders lekkers kan maken.